waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad, is dat je bent eigenlijk de eerste vrouw met wie ik praat, zo in deze samenstelling. Ja, dat hoorde ik. Ja. Maar er zijn er best wel veel in Nederland, hoor. Ik ken er genoeg. Ja, nou, ik ben ook wel van plan om dat vaker te doen. Om het gewoon ook een beetje divers te houden op alle vlakken. Maar ja, toen we het zo'n beetje voorbespraken, toen gaf je wel, zei je wel van ja, ik ben vrouw, maar ik ben niet per se daar heel erg mee bezig continu dat ik een vrouw ben in deze wereld. Toch? Nee, ik heb er ook geen last van. Maar laat ik wel vooropstellen dat ik spreek voor mezelf in dit geval. Hè? Want ik kan me heel goed voorstellen dat er vrouwen zijn die totaal andere ervaringen hebben in deze wereld dan ik. En met deze wereld heb ik ICT, InfoSec-achtige dingen mee. Kijk, het is misschien ook een stukje dat ik het gewend ben. En dat ik me niet heel... Ik maak me gewoon niet heel snel druk over dingen. Kijk, ik merk wel dat er heel erg een verschil is of je nou met alleen maar mannen in een vergadering zit of met een vergadering waar ook vrouwen tussen zitten. Als ik in een vergadering met alleen maar mannen zit, dan weet ik gewoon, er zijn bepaalde dingen die kan ik niet zeggen, of tenminste, ik kan ze wel zeggen, maar die worden dubbelzinnig opgevat. Dat weet ik gewoon. Zo werkt mannenbrein, zeg maar. Mm-hmm. Dus, en het is ook bij een mannenvergadering soms ook gewoon een beetje het recht van de sterkste. Dus als ik een punt wil maken en iemand blijft maar door me heen kletsen, dan moet ik op een gegeven moment gewoon zeggen, oké, hou even je kop, ik wil nou even wat zeggen. Maar anders kom ik er tussen. En dat werkt bij mannen. Als je dat tegen een vrouw zegt, dat is mijn ervaring, hè. En dan ook niet alle vrouwen natuurlijk weer. Maar het is aanwezig als je tegen een vrouw zegt dat je 6 weken lang ruzie met diegene hebt, omdat diegene dat persoonlijk opvat. En daarbij is het zo dat als je dus in een vergadering zit waar ook vrouwen bij zitten, en je zou dan zo'n opmerking maken, en zo'n opmerking doe ik dan zo een die dubbelzinnig kan worden opgevat, dan gaat dat makkelijker. Alleen, soms doe ik het wel eens expres. Soms zeg ik wel eens expres iets waarvan ik weet, die gasten die in die vergadering zitten met mij, die mogen nu dus niet lachen. Want er zitten andere vrouwen bij. Dus hoge managers of bestuurders of zo. Dus als ze nu lachen, dat kan echt niet. En dat zeg ik niet juist. Dat ik gewoon weet dat zij gaan dat dubbelzinnig opvatten, maar die vrouwen snappen dat niet. En dan moeten ze zich heel erg inhouden. Nou, dat vind ik cool. Ja. Zij ook. Ja. Ja, ik ben nooit... Ik heb nooit het gevoel gehad dat het feit dat ik een vrouw ben betekende dat ik werd benadeeld of slecht behandeld of achtergesteld. Of heb ik een baan niet gekregen omdat ik vrouw was. Of, sterker nog, ik denk dat het in heel veel gevallen me juist heeft geholpen. Omdat je bent een ander gezicht, je bent een soort frisse wind, weet je. En als je ineens als enige vrouw in een vergadering zit en jij gaat praten, dan hebben mensen meer de neiging om te luisteren. Dat is Maar er zijn ook natuurlijk best wel wat, volgens mij, groeperingen die het vrouw zijn ook gewoon, of, waarbij de dames zich meer ook in een soort van voorbeeldrol plaatsen. Omdat, met de bedoeling om misschien meer vrouwen ook het voor het vak te interesseren. Ja, maar als je een beetje jouw levensloop bekijkt, dan is dat, ik denk vergelijkbaar met die van mij, is dat je gewoon op een gegeven moment zelf bent gaan internetten, weet je wel, thuis. En dat daar het zaadje geplant is voor interesse in dit vak. Dat je nou niet in je studie, niet op school uitgekozen hebt voor een security functie, alleen dat je interesse voor IT en een paar toevallige samenlopen van omstandigheden die je in het vak hebben terecht laten komen. Ja. Dus, en dat wordt in InfoSec ook veel meer gewaardeerd. Ik merk ook nu, ik ben nu natuurlijk een CISO, dus ik ben nu ook bezig met mensen aannemen en dat soort dingen in je team. En dan moet ik met HRM natuurlijk in gesprek. En je merkt gewoon dat hoe wij in security kijken naar de mensen die we zoeken, is gewoon heel anders dan traditioneel HRM of andere soorten vakgebieden gewend zijn. Het is gewoon heel normaal in veel vakgebieden dat je kijkt naar opleiding en ervaring. En
En dat moet matchen. Je moet deze opleiding hebben gevolgd. Of je moet deze certificaten hebben gehaald. En anders dan hoef je niet eens te proberen te solliciteren. Terwijl InfoSec kijkt veel meer naar autodidact. Dus heb je het jezelf aangeleerd. Dat respecteren wij veel meer eigenlijk. Dan als je een papiertje hebt. We hadden het over CISPnet. Maar ja. Als mensen kunnen laten zien dat ze zichzelf hebben leren programmeren, dat ze zelf hebben leren omgaan met Kali Linux of Command Line of whatever, dan hebben we daar veel meer respect voor dan iemand die aankomt met, ik heb OSCP hoor, maar kan nog geen gat in een dijk hacken, maar heb ik gehaald, kijk. Ja. Nou is OSCP een slecht voorbeeld, want dat respecteren wij als over het algemeen juist als een heel mooi kaart, maar ik noem maar even wat. Ik snap het punt, ja. Hacking. Dat is een mooi voorbeeld waarvan we over het algemeen in InfoSec zeggen, zou ik nou niet op mijn cv zetten? Ik heb het niet gedaan. Nee, ja, precies. Maar goed. Nee, maar ik denk dus, hè, dus als vanuit een probleem en oplossing gedachte geredeneerd van, oké, er is een probleem dat het een beetje scheef is qua verhoudingen man-vrouw in dit wereldje, wat is dan de oplossing? Dan denk ik dat het niet zozeer heel erg veel gaat bijdragen op het moment dat de oplossing in de sfeer van opleidingen of zo wordt gezocht. Omdat dat precies eigenlijk niet de vraag beantwoordt die de sector heeft aan aanwas van extra man- of vrouwkracht. En in net wat jij zegt, van ja, we zijn eigenlijk op zoek naar mensen die zichzelf dingen hebben aangeleerd. Dus die eigenlijk gewoon vanuit hun eigen persoonlijk interesse al wat dingen hebben gedaan, waarvan we weten dat die goede springplank kunnen bieden richting een security carrière of zo. En het zijn nog steeds erg makkelijk of erg moeilijk te vinden. Ik geef wel eens van die gastlessen op scholen. En wat ik dan vaak aan het einde tegen die kinderen zeg, middelbare scholen hoor, geen basisschool zijn. Maar wat ik dan vaak aan het einde tegen die kinderen zeg is, kijk eens op dingen als Hack the Box, HackerOne, ga naar Code Academy, pik daar wat interessants uit. Ik zou beginnen met iets van Command Line in Linux of Python of iets dergelijks. Dat is waar ik die kinderen heen stuur. En maar zijn er dan ook meiden bij die dat ja? Oké. Okay. En ik probeer wat meer balans te vinden in als ik dat soort lesjes of gastlessen of whatever geef en ik heb wat meer tijd, probeer ik niet alleen te focussen op de aanvalstechnieken, maar ook eens wat verdedigingsdingen te vertellen. Want kinderen vinden natuurlijk aanvallen, dat is het meest interessant. Maar ik probeer ze te laten zien dat de verdediging, de blue teaming, zeg maar, dat het minstens net zo interessant kan zijn. Omdat ik eigenlijk natuurlijk mensen naar de good side wil hebben en niet naar de dark side. Dus